En Mattie. Hé, hey, waar hang je uit? Hé, hey, ik ben best wel op plaats, man. Waar ik shish aan het knallen, vriend. Appeltabak uit Istanbul, vriend. Je weet toch? Lekker shit, joh. De wollen waterpijp is shit, joh. Echt, echt. Wat? Niet goed. Ongezond? Op dit moment gebruiken we ook hele Noord-Afrika, Midden-Oosten, Turkije. En in de laatste tijden, we zien dat ook bij de jongeren die in Europa wonen en Amerika. Het is heel populair geworden. Dat het zou helpen om minder nicotine binnen te krijgen, of minder teer binnen te krijgen, of minder koolmonoxide binnen te krijgen. Maar dat is niet zo. Op scholen maken ze zich daar zorgen om. De jeugd weet niet wat gevaarlijk is die waterpijp. Veel roken, heel weinig beter. Wat is de waterpijp nou eigenlijk? Gewoon een fles met water. Je stopt een beetje smokkel erin. Hè. Je weet toch, je paft hem. Zeg maar een soort van blokje in doen. Dan leg je aluminiumfolie in, dan prik je gaatje in, dan leg je een kooltje op. En water in de onderkant? De onderkant van de pijp uit, een slang. En dan als je een hijs neemt, dan trek je zeg maar de warmte van boven naar beneden door het water. En dan moet je het gaan roken. Ik heb vragen gesteld over de waterpijp. Omdat ik erachter ben gekomen dat het roken van waterpijp heel erg slecht is voor de gezondheid. 1 uur waterpijp roken staat gelijk aan 100 sigaretten. Nou, dat is echt heel erg. Voor de waterpijp gelden dezelfde gevaren als die voor gewone sigaretten bestaan. Namelijk ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en verschillende soorten kankers. Bij de waterpijp krijg je gewoon evenveel binnen. Dus eigenlijk maakt het niet uit of je nu tabak zo rookt, gewoon als sigaret, of via de waterpijp. Het kooltje wat erin zit bevat zware stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen. De hoeveelheid koolmonoxide bij de waterpijp is misschien zelfs wel groter dan bij gewone sigaretten, omdat er meer rook ingeademd wordt. Aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken dat er 4000 giftige stoffen in tabaksrook zitten. En dat zit in sigaretrook, dat zit in shagrook, dat zit ook in waterpijp of shisha-rook.